Welkom aan tafel. Volt wil dat u de aangifte van smaad en laster intrekt voordat er gepraat kan worden. Gaat dat gebeuren? Nee, het tegenovergestelde gaat gebeuren. We hebben de aangifte uitgebreid. Uitgebreid? Ja. De aangifte van smaad en laster? Ja. En waarom? Ja, dat kan, denk ik, de heer en mevrouw Knoops beter uitleggen dan ik. Oké. Maar dat is na overleg en advies van mijn advocaten hebben we dat gedaan, ja. Oké, dus van tafel om zeg maar, het gesprek aan... Dat gebeurt niet, het is nu uitgebreid. Ja. Waarom is het uitgebreid? Of ik kan het ook aan u vragen, ik weet niet... Harry Knoops, waarom is het uitgebreid? Omdat mevrouw Gundogan naar aanleiding van het artikel in het NRC Handelsblad... is gaan begrijpen wat er nou precies werkelijk speelt. Wie dit teweeg heeft gebracht. Waar het uiteindelijk over gaat. En dat dat ook nog eens een keer voor de zoveelste keer... terwijl de rechter daar een duidelijke uitspraak over heeft gedaan... en geadviseerd heeft om alles binnenskamers te houden... mediation te plegen en een onderzoeksinstantie daarvoor in het leven te roepen... is een tekst naar buiten gekomen waaruit zij met documenten gestaafd... een reconstructie heeft kunnen maken en nu precies weet wie, wat en waarom. En die informatie is relevant voor het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Dus dat, die informatie hebben wij naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Oké, dus op basis van het artikel is nu... Wat wou je zeggen? Ja, misschien is het wel belangrijk, want ik denk dat de mensen thuis niet begrijpen... want wij krijgen die signalen ook op kantoor via mensen die ons mailen. Kijk, mevrouw Gundogan zegt aan de ene kant... en ze heeft vanavond daar ook nog een belangrijk voorstel voor gedaan aan Volt. Zij wil met Volt om de tafel zitten... Zij wil terug. Maar we hebben in ons land ook te maken met een grondwet... die zegt dat je het recht hebt om naar de rechter te gaan... die jouw rechten kan beschermen. Nu horen meneer Dassen zeggen... die aangiftes moeten van tafel, want anders wordt er niet gepraat. Dat is natuurlijk de omkering van de realiteit. Want het kan niet zo zijn dat een burger zoals u, ik of mevrouw Gundogan... onze rechten moeten opgeven voordat er gepraat wordt... Dat wil zeggen dat als je dit stelt, is dat een vorm van juridische chantage. Je kunt niet verlangen van een burger, zoals van Gundogan... dat zij een recht dat ze heeft. Ze komt op voor het feit dat ze valselijk is beschuldigd. Iedereen in dit land mag dan aangifte doen. Er is één instantie die dat onderzoekt, is het OM. Dat recht gebruikt zij. De rechter heeft ook in het vonnis van 9 maart gezegd... ze heeft het volste recht om A, dat onderzoek niet te accepteren... van dat bureau Bing, B... het volste recht om naar de rechter te gaan... en het volste recht om zich in de publiciteit te weer te zetten. Want Volt heeft als eerste dit naar buiten gebracht. Ja, en dan komt... Oh, sorry, ga door. Nee, om het even af te ronden, dat betekent dat... nu wordt het verwijt naar haar gedaan. Ja, maar zij probeert dus de aangevers, de melders te intimideren... onder druk te zetten met die aangifte. Nee, dat is niet de realiteit. De realiteit is, zij maakt van rechten gebruik... Niemand, een partij Volt, die staat volgens mij nog steeds voor democratie en de rechtsstaat... kan niet verlangen dat zij die rechten prijsgeeft. Wat wel natuurlijk mogelijk is, is dat uiteindelijk in die vorm van mediation... of het voorstel wat zij vanavond gedaan heeft om tot elkaar te komen, dat je dat bespreekt. Nou, de tweede vraag, waarom wordt die aangifte uitgebreid? Die aangifte is vandaag uitgebreid naar het Openbaar Ministerie. Waarom? Omdat... uiteindelijk de rechtbank heeft bepaald... er is schade toegebracht aan haar reputatie. De melders zijn zogenaamd voelen zich onveilig... dus willen niet bekend worden of daarmee worden geconfronteerd. Er wordt dus maandag een publicatie, vindt er plaats... in de NRC Handelsblad. Daarmee zijn de stukken van Bing gelekt naar de krant... door diezelfde mensen die via Volt in de rechtszaal laten weten... ja, we zijn zo bang voor mevrouw Gundogan. Die stappen dus naar de pers. Respecteren daarmee niet het vonnis wat we in onze rechtsstaat moeten respecteren. En dat betekent dat een belangrijk bestanddeel voor smaadlaster... namelijk dat je bewust ruchtbaarheid geeft aan je aantijgingen... terwijl je weet dat die aantijgingen niet waar zijn. Dat is in ieder geval de opvatting van Gundogan... Dat betekent dus dat je dus daarmee iemand nog wel bewuster blootstelt aan die reputatie. En dat betekent dat wij dus vandaag hebben gevraagd de OM... nu deze mensen zelf de pers hebben gezocht, de stukken hebben laten lekken... die overigens
bij de rechter wel bekend waren, alleen de onderliggende meldingen niet. Mm-hmm. En u ziet dat nog anders worden, u ziet zichzelf terugkeren. Wanneer gaat u terug? Ik wil, ga maandag terug. U gaat maandag terug? Ik ga maandag terug. Dan gaat u daar zitten? Ik ga maandag weer terug. Ik ben al 5 weken niet aan het werk geweest door deze hele ellende. En ik wil mijn democratische taak gewoon weer uitvoeren om het kabinet te controleren.